Kunstenaar André van Bree probeert met zijn kunst de gebruiken onder de marrons weer voor het voetlicht te plaatsen. We troffen van Bree aan in een stand tijdens het documentaire festival in Frans-Guyana, die plaatsvond van 10 tot en met 14 oktober in Saint-Laurent-du-Maroni. Het festival werd gehouden op het terrein van een voormalige gevangenis, waarbij er naast een theateropstelling een dorp was opgezet waar het lokaal eten, huisvlijt en kunstwerken te koop waren. Van Bree werkt het liefst met hout en dat is duidelijk te zien in zijn stand. Hier in de stand zien we een beetje van gediertjes, een beetje van wij zeggen van plateau, dingen dat je vruchten daarin gaat zetten. Ik maak van bank, paddels, ik schilder ook. En voor mij is het een beetje traditioneel van de marrons. Ja. Ik probeer alles wat de marron, wat betreft bij de marrons, weer te vandaag in de dag weer te vernieuwen. Van Bree stond al voor de vierde keer op het festival. Zijn kennis kreeg hij van zijn vader, die hem leerde werken met hout en de natuur. Met een vader uit Tabiki en moeder van Malobi in Marowijne zag Bree het levenslicht in Paramaribo. Werken met zijn vader ging vanzelf. Van Bree vertelt over zijn boodschap via de kunst. Mijn boodschap is met de kunst is vriendschap. In het Nigerzengel zeggen we patiëntie. Mm-hmm. En geduld, ja. Ik wens aan iedereen een kracht dat de kunst geeft. Aan iedereen die van de kunst ook houdt. Een kracht, een vocht. Het documentaire festival in Saint-Laurent-du-Maroni werd zaterdag afgesloten.